Yo guys, nieuw filmpje vandaag. We hebben een heleboel toffe dingen in dit filmpje. Ik ben hier op het Lübeckplein in Zwolle, waar een nieuw calisthenics park gebouwd is. Hier gaan we zo meteen de hele Murf doen. Vertel ik zo meteen meer over. En hier heb ik een paar dagen geleden mijn allereerste bar muscle-up gehaald. Ik ga hem zo meteen nog een keer proberen. Ik hoop dat het lukt. Even terugkijken naar vorige week. Hadden we een filmpje over voeding. Super tof dat jullie allemaal zulke gave reacties hebben geplaatst onder dat filmpje. Ik denk dat het een mooi onderwerp is om later nog een keer een filmpje over te maken. Dat gaan we zeker doen. En later in dit filmpje laat ik de beelden zien van de tormaal van Hugo Martijn en Jurjan. Die hebben hem allebei ook gelopen. Ben benieuwd wat hun tijd was. Blijf dan kijken tot het einde van dit filmpje. En daarnaast natuurlijk het grootste nieuws. We mogen weer trainen. Super vet. We mogen op afstand van elkaar buitensporten weer uitoefenen. Dat betekent, we gaan vandaag naar de baan. Ik geef jeugdtraining en we gaan even wat vette beelden schieten van de jeugd. Check it out. En we gaan eerst de Murf doen. En we krijgen vaak de vraag, wat is nou die Murf? Ik zal het uitleggen. Dat is een workout vernoemd naar een Amerikaanse Navy SEAL. Die is overleden in 2005. En die vond deze workout altijd heel tof. De Murf bestaat uit 1 mijl hardlopen, 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats. Vervolgens nog een keer een mijl hardlopen. Op 1 juli gaan we die samen doen en dan proberen we een goede tijd neer te zetten. Vandaag gaan we trainen. We doen wel volledige hoeveelheid reps, maar we doen niet het rennen erbij. Die reps mag je opbreken in setjes. Wij doen vandaag setjes Cindy, namelijk 5, 10, 15. Je zou ook kunnen zeggen ik doe 3, 6, 9, etc. Net wat jou het beste uitkomt. Dus check it out. Oh ja, eerst ga ik even kijken of die muscle-up wil het. Mede dankzij tips van Lenin. Eindbaas. Zoals je ziet pak ik hem setjes. 5 pull-ups, 5 push-ups, 15 squats. En dan nog een keer 5 push-ups, omdat ik denk dat de push-ups mijn zwakke plek zijn. Split ik die op, zo mag dat ook. Het scheelt weer. Ben benieuwd naar het verhaal van die soldaat? Check dan de film Lone Survivor. Aanraden. Waarschijnlijk, ik weet niet of het aanrader is, ik heb het zelf nog nooit gezien. Waarschijnlijk goed te zijn. Ging best oké. Handig zo om die setje op te breken. Uiteindelijk waren we elk setje binnen 45 seconden nog klaar. Dus heb je nog 45 seconden rust. Dat is goed te doen. Nice. Kijken of die na de Murf nog lukt. Huts. Hoi, die Murf was pittig, maar wel heel lekker. Ik ben nu bij Thor training aan het geven en de kids zijn super blij dat ze weer de touw in mogen. En ik ook, volgende week mag ik zelf ook weer aan de bak. Dus met goedkeuring van de kids, nu even een hele vette b-roll. Check it out. Vandaag zijn we weer op het bekende terrein van de Tormel. Ik ga hem niet opnieuw lopen, Niels ook niet, maar deze twee bazen wel. Namelijk Jurjan, oprichter van Survivor & Coaches, en Hugo Martijn, degene die op dit moment het baanrecord heeft. Dus check it out. Oh ja, trouwens, we hebben nu niet alleen een
gimbal mee voor onderweg, maar we filmen hem ook met een drone. Super vet, check it out. Nou, Huug, denk je dat je jouw record gaat verbreken? Nope. Ik ga niet eens in de buurt komen, denk ik. Aan de andere kant, mooi moment om te kijken waar we wel staan. Zin in. Heb jij er zin in, hoor? Nee, eigenlijk niet. Ik ben vooral benieuwd. Go!
Kom op! Ik ben het filmpje nu aan het editen. Even kort tussendoor, hè. Welke tijd vinden jullie dat telt? De tijd van Strava, dus gemeten met de GPS? Of de tijd van het filmpje, van lantaarnpaal tot lantaarnpaal? Begin en eindpunt van het segment. Laat even weten, want wij komen er niet uit. Lekker, chef. 4:42. Nee, joh. Lekker, hoor. Hey, hey, hey. 1 seconde. Laatste stukje ging nog hard. Ja joh, ik wist niet dat je dat er nog in had. Nou, ik had eigenlijk misschien nog iets eerder moeten aanzetten. Ja. Achter die bocht, jongen, ging hard. Ai, ai, ai. En nu het spannende moment. Even wachten. 4:54. Boos. Lang niet gek. Niet gek, maar niet genoeg. Is dat ontevredenheid in je stem? Dat is geen nee. Ja, nee. Nee, dat is snoeihard. Maar ja, als je... Ja, nee, niks. Het is gewoon hard. En als je terugkomt na een blessureseizoen, is het eigenlijk gewoon hartstikke lekker om weer zo hard te kunnen lopen. Nou, de bal ligt weer bij jullie, Jeroen en Niels. Tussen vijf voor hun coaches. Laat me zien wat je waard bent. Hugo, wil jij nog iemand in de Survivor een wereld uitdagen om deze stormijl te lopen? Tom van Capelle. Lijkt me mooi, hè. Je verberg je alleen maar achter de camera, Tim. Ga je hem ook nog lopen, of niet? Ik sta in de bierrol. Ik heb hem 2 weken geleden gelopen. Jeetje, wat kunnen die gasten goed lopen, zeg. Niet normaal. We mogen weer aan de bak. En jullie mogen ook aan de bak. Want voel je vrij om de uitdaging aan te gaan. Een keer hier naartoe te komen, naar Zwolle. Om de Tormel te lopen. En een mooie tijd neer te zetten. Misschien een persoonlijk record voor jezelf. Of misschien wel... een record voor je op Strava voor in de top 10. Zou heel vet zijn. We zien jullie in het volgende filmpje. Later!